Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 5 april. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben me gisteren helemaal rot geschrokken. Ik lag in bed en ik had gewoon het nachtlampje aan. En ik zie ineens vanuit mijn oog iets lopen op mijn dekbed. Als ik eraan terugdenk, krijg ik weer de kriebels over mijn lijf. Dus ik zag wat lopen en toen zag ik dat het een oorworm was. Dus ik sprong mijn bed uit, want ik schrok me de tandjes. Dus ik ging snel naar de douche om toiletpapier te pakken, om dat beest weg te halen. Ja, toen kwam ik dus weer terug in de slaapkamer. Toen zag ik dat beest niet meer. Nou, dan is de schrik nog groter. Dus ik had snel de grote lamp aangedaan. Want ik had zeg maar gewoon mijn kleine nachtlampje aan. En toen zag ik hem weer lopen. Dus toen heb ik hem gepakt. En met het wc-papier, want ik pak zo'n beest echt niet met mijn handen op. Maar ik ben er zo van geschrokken. En daarna lag ik heel onrustig in bed. Want ik dacht, oh, stel dat ik hem niet gevonden had. Dan was hij vannacht over me heen gaan lopen. Of misschien in mijn neus of in mijn mond. Ik weet het allemaal niet. En ergens was ook nog de angst dat ze dan met z'n tweeën zijn. Dat er dus nog ergens eentje loopt. Maar oh, ik ben nog nooit zo snel mijn bed uitgejumpt. Echt, het was verschrikkelijk. Dus dat was eventjes minder. Ik heb gisteravond Marble Mania teruggekeken. Dat was wel leuk. Daarna heb ik even Help Mijn Man Is Klusser voor een groot gedeelte al gezien. Dat was ook wel weer, aan de ene kant ook wel leuk en aan de andere kant ook wel een beetje zielig. Want die man die had dus een aantal hersenbloedingen gehad, geloof ik. En daardoor kon hij niet meer werken en zijn vrouw werkte dan wel. Maar hij moest dan maar zorgen voor het huishouden. Maar ja, het huis zag er gewoon heel vies uit. Dus dat vond ik ook allemaal wel sneu. Nou ja, ik weet nog niet hoe het eindresultaat geworden is. Dus daar ben ik dan wel benieuwd naar. Maar die vrouw was ook best wel pittig. Ik heb de vlog afgemaakt. Toen heb ik mijn foto's bewerkt. Toen ben ik met een nieuwe Netflix-serie gestart. En daar moet ik eventjes de naam van opzoeken. Wanderlust heet die. Op zich wel, wel bijzonder. Hij had een hoge matchscore, dus ik ga gewoon wel zien wat het wordt. Toen heb ik even Videoland gekeken en daarna ben ik dus naar bed gegaan toen het fiasco begon. Toen heb ik mijn boek uitgelezen en ben ik met een nieuw boek begonnen waar ik nog niet heel lekker in zit, maar dat komt vast nog wel. Dat was het ook eigenlijk. Ik ga zometeen eventjes mijn woonkamer doen. Ik heb nog twee keukenkastjes schoongemaakt. Dat heb ik gevlogd. Dat zal ik even laten zien. Dus ik moet nu echt letterlijk nog één kastje. En dan zijn alle kranten ook weg. Dus dat is ook wel lekker. En als ik schoongemaakt heb, ga ik denk ik nog even mijn bullet journal aan de gang. Ik hoop dat er nu iets beter in zit. Maar ik ga zo eerst eventjes een was aanzetten. Dan is dat ook weer gebeurd. Dus ik ga dat eventjes doen. Dus tijd om even aan de gang te gaan. Nou, hoog tijd om de pannenkast ook maar eens even schoon te maken, want hier liggen ook nog kranten in, dus die gaan er nou ook mooi uit. Dus dat ga ik nu even doen, dus ik ga even sop maken en dan ga ik dat ook eventjes mooi schoonmaken en even weer mooi neerzetten. Dus dan is dat straks ook weer opgeruimd. Thank you.
Nou, en zo ziet de kast er dan weer uit. Ik heb hier normaal zeg maar ook nog snijplankjes staan, maar die moeten even afgewassen worden. Maar het is in ieder geval weer beter nu ook met de kranten eruit. Dus het staat alweer een stuk beter zo. Dus dat is top. Ik heb dus ook nog eventjes het kastje gedaan met de schoonmaakmiddelen. Ja, dat blijft wel een beetje een rommeltje, maar er zijn ook de kranten uit. Dus het is in ieder geval beter wat het was. Ik probeer nu alles gewoon op te maken. En ja, ik wil eigenlijk wel minder erin hebben. Maar voor nu is dit even wat erin staat. En ik ben in ieder geval blij dat die kranten eruit zijn. Zo, alles is weer lekker klaar. Alles is weer schoon. Dat is altijd wel weer heel fijn. De was is ook bijna klaar. Dus dan kan die nog mooi de droger in. En dan ben ik wel weer een beetje aangewassen. Dan staat er nog wel weer een mand met gekleurde was. Maar ik weet nog niet wanneer ik die weer zal gaan draaien. Even kijken maar. Het was in ieder geval fijn om er even lekker bezig te zijn. Ik ben trouwens ook wel heel blij met die keukenkastjes hoe ze er nu bij staan. Moet er dan nu nog eentje. Maar voor de rest ja, vind ik het allemaal wel weer heel netjes. Dus daar ben ik blij mee. Ik wil dus eigenlijk wel qua schoonmaakmiddelen proberen minder in het kastje te krijgen. Maar goed, gewoon alles opmaken en wat ik niet meer nodig heb ook niet meer opnieuw kopen. Ik ga zo even lekker relaxen. Ik ga de camera op de oplader leggen, want die is bijna leeg. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik hoop zo de was even in de droger te doen. Vanavond heb je Steenrijkstraat Arm, dat ga ik kijken. Je hebt ook Ajax Feyenoord. En ja, dat is dan voor de beker. Maar heel eerlijk, ik weet niet zozeer of ik zin heb om hiernaar te gaan kijken. Want ik durf eigenlijk wel te wedden dat Ajax dit weer gaat verliezen. En om Ajax nou weer van Feyenoord te zien verliezen, dat doet toch wel pijn. Dus ik weet niet of ik daar heel veel zin in heb. Dus daar moet ik nog even over nadenken. Want ja, de kans is zo groot dat Feyenoord dit weer wint. Gisteravond heeft PSV van Spakenburg gewonnen. Trouwens ook niet heel groot verschil hoor. Want het is maar 1-2 geworden. En dat Spakenburg had de eentje gescoord en PSV 2. Dus ook niet super, super goed tegen zo'n club dan, denk ik. Maar goed, dan ga ik de thumbnail maken voor de vlog. Ik denk dat ik ook nog wel even de slechtste chauffeur van Nederland ga terugkijken. Dat begint vanavond weer. Ik ga mijn blogpost schrijven. Dan ga ik verder met de serie waarmee ik ben begonnen. Dan ga ik weer eventjes kijken naar Videoland. En lekker mijn boek lezen. Dus dat wordt het ook. En hopelijk vanavond geen enge beesten in mijn bed. Dus dat zou wel heel fijn zijn. Dus dat wordt verder ook de avond. Ik ga je dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dan even lekker relaxen, want mijn buik speelt weer een beetje op, maar dat komt goed. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 6 april. Ik ben klaargemaakt en ik ga zometeen weer boodschappen doen. Ik heb even een lijstje gemaakt, omdat ik paasboodschappen ook moet doen. En ik wil zondag even gaan fondueën. Daar heb je toch ietsjes meer nodig. Maar dat komt wel weer goed. Ik heb gisteravond Steenrijkstraat Arm gekeken. Dat vond ik een hele mooie uitzending. Leuke mensen. Twee mannen die waren interieurstylisten. Die waren dus van het rijke gezin. En dan had je een alleenstaande moeder met twee kinderen. En haar hobby was ook interieurstyling. Alleen zij deed het dan van de kringloop omdat zij de geldmiddelen niet had. Superleuke uitzending. En uiteindelijk kreeg zij nog een opleiding tot interieurstylist aangeboden van deze mannen. Die gingen dat betalen voor haar. Dat was wel echt superleuk voor haar. Dus ja, superleuke uitzending. Ik zou eigenlijk de slechtste chauffeur van Nederland terugkijken, maar dat heb ik niet gedaan. Want ik had de laptop naast me staan en ik besloot om 8 uur om toch de wedstrijd aan te zetten van Feyenoord-Ajax voor de beker. Nou, daar is zoveel gebeurd. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Het begint eigenlijk al, de wedstrijd is nog niet eens afgetrapt. Of het begint al dat er vuurwerk op het veld wordt gegooid. Dat ik me echt afvraag, hoe krijg je nou weer vuurwerk mee naar binnen gesmokkeld? Dat begrijp ik al niet. Hoe zit het met fouilleren en zo? Dit keer waren er geen netten opgehangen en dat hadden ze beter wel kunnen doen. Dat was bij de vorige wedstrijd wel, maar blijkbaar vonden ze het nu niet nodig. Ajax komt op een gegeven moment op voorsprong. Dat was al vrij snel. Want ik kwam terug van het koffie maken en ze stonden al voor. Nou ja, dan komt eigenlijk net voor rust komt de 1-1. Dus je staat gelijk. Is jammer. Maar oké, er kan nog veel gebeuren. Want we hebben nog een 45 minuten te gaan. Eigenlijk in de tweede helft maakt Ajax het tweede doelpunt. En het staat 1-2. Dus we staan voor.
Ik moet zeggen, het was sowieso alweer een wedstrijd met veel duwen, trekken en weet ik veel wat allemaal. Op een gegeven moment is er weer wat aan de gang en begint één supporter van Feyenoord, die begint te gooien met aanstekers en lege, lege bekertjes van plastic uiteindelijk. En die aansteker raakt het hoofd van Davy Klaassen. En dat is dus een speler van Ajax. Die heeft een wond op zijn hoofd, wat er ook heel ernstig uitziet, want hij is blond. Dus ja, als dat gaat bloeden, dat lijkt ineens superveel. Dus dat bloed, dat vloog overal heen, over zijn lijf, zeg maar. En ik dacht echt... Ik had eerst niet in de gaten wat er gebeurde, want ik had inmiddels de wedstrijd ook wel op de tv aangezet. Want dat had ik dus gedaan naar Steenrijkstraat Arnhem. En je ziet dat gebeuren en je denkt, holy shit. De wedstrijd wordt stilgelegd voor 20 minuten. Dan komt John de Wolf, die komt even een praatje houden waarvan ik denk, nou, haal ook je mond maar. Want het kwam gewoon niet geloofwaardig over voor mijn gevoel. Er is uiteindelijk besloten om verder te spelen, wat ik heel dapper vind. Ik had het niet gedaan als Ajax zijnde. Ik was dat veld niet meer opgegaan met deze supporters. Echt no go. Davy Klaassen besluit om weer verder te spelen, maar het gaat eigenlijk niet. En hij moet gewisseld worden. We hebben uiteindelijk wel gewonnen, maar gewoon hoe deze wedstrijd is verlopen. Wat ik al zei, ik heb er geen woorden voor. Ik vind het echt absurd. Ik snap het niet. Ik weet niet hoe ze dit... Nee, hoe ga je dit kunnen verantwoorden? Het kan gewoon niet. Daar is ook veel over gezegd. En ze hebben uiteindelijk de dader ook opgepakt, waar ik wel blij mee ben. Maar of hij zondag zal spelen, ik weet het niet. Maar ik weet het niet. Ik ga bijna zeggen, ga gewoon deze wedstrijden maar zonder supporters doen. Gewoon geen uitsupporters, geen thuissupporters meer, want het werkt niet. Of hang in ieder geval die netten op, want ik denk dat de burgemeester nu nog wel spijt heeft dat hij dat misschien niet heeft gedaan. Ik heb overigens nog niet gehoord of hij heeft gereageerd, maar dit kan gewoon niet. Maar goed, ik heb in ieder geval mijn blogpost geschreven, mijn vlog ingepland. Toen ben ik mijn serie op Netflix gaan kijken en daarna nog Videoland. Toen ben ik lekker mijn boek gaan lezen. Ik ga even de stofzuiger er doorheen trekken, even schoenen pakken en de boodschappen tassen en dan ga ik de deur uit. Ik ben trouwens mijn piercingballetje weer kwijtgeraakt. Ik heb even een nieuwe besteld. Ik heb nu ook een wat kortere besteld, want hij was ook wel intens lang. En ik heb het nu weer gedaan bij de piercing shop waar ik eigenlijk altijd was. En ik had daar laatst niet besteld, omdat ik een beetje de website onoverzichtelijk vond. Ik kon het allemaal niet meer zo goed terugvinden, maar het is nu gelukt. Dus ik heb nu eventjes een nieuwe besteld, dus misschien dat die morgen binnenkomt. En niet meer met een intern geschroefballetje, maar eentje die je erop moet draaien, want dit werkte zo niet. Goed, ik ga nu eventjes gauw wat doen, dus ik zie jullie sowieso weer als ik terug ben. Terug. Het regent inmiddels ook alweer gezellig. Ik zal even de boodschappen laten zien. Ik ben bij Expert geweest voor een kaartje. Maar ze hadden niet degene die ik zocht. Dus ze hadden alleen maar van Samsung en hele dure. Volgens mij paste dat ook helemaal niet in die camera. Dus ik dacht, nou, laat maar. Ik ga wel even op internet kijken. Ik heb weer danoontjes. Boontjes. Ik heb mini speklapjes voor de fondue. Dan heb ik ijs, via Netta. Ik had het wel lekker als toetje. Een zakje patat. Even iemand weghalen, want die gaat mee eten. Een zakje aardappelschijfjes. Een beschuit nog, want die was nu in de aanbieding. Dus ik dacht, dan heb ik hem een keer goedkoop. En een flesje Dreft, die was nu in de aanbieding.
dan gaan we door naar de volgende dingen. Ik heb bij de Aldi eventjes twee haarhanddoekjes gehaald. Want ja, dat vind ik altijd gewoon handig. Ik gebruik die altijd voor mijn haar. Dus ik vind het gewoon handig om daar wat van te hebben. Je kunt ze niet overal meer kopen. Bij de Plus had je twee keer Senseo voor... ja, ik weet niet eens meer, 4 euro of zo. Ik heb dus Senseo cappuccino caramel. Die andere komen we zo wel tegen. Dan heb ik frikandellen, 2 pakjes. Hier was de andere. Ik heb even soepstengels meegenomen. Ik maak dus straks soep. Chocomel. Champignonnetjes. Gezeefde tomaten. Chloor. Deze. Ik heb 2 dingetjes met soepballetjes. Kijk, en dit zijn dus die lipjes. Die kun je wel trekken, maar soms trek je die dus kapot. Nog een Vianettaatje. Ik heb dus ook een gewone cappuccino gekocht. Slavinken. Ik wilde graag servetjes hebben van Pasen. Die hadden ze niet, dus ik heb nu maar gewone servetjes gekocht. Olie. Heel belangrijk voor bij het fondue. Melkkupjes. We hadden geen kleine kipfilet, dus ik heb gewoon deze kipfilet. Die kan ik dan zelf mooi snijden. Mini slavinkjes. En ik had nog varkenshaasjes in de vriezer. Spekjes. Lekker slagroom voor op het ijs. Bij de soep 2 pompoenpitbroodjes. Een flesje olie nog. En nog een heel leuk jurkje heb ik gekocht. Dus dat waren alle boodschappen. Ik ga dit nu eventjes opruimen. Dan ga ik nog eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en dus mijn soepje maken. En dan vanavond heb je de Passion. Dus dat ga ik wel weer eventjes kijken. Even kijken wat dat wordt. Ik ga denk ik nog even gamen. Ik moet nog eventjes foto's bewerken. Dan ga ik verder met mijn Netflix serie en Videoland. En dan ga ik nou lekker mijn boek weer lezen. Dus dat wordt ook de avond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan eventjes lekker wat dingen voor mezelf. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 7 april. Ik ben klaargemaakt. Het is vandaag Goede Vrijdag. Ik was al even naar de brievenbus geweest, want ik hoopte dat mijn nieuwe piercing bezorgd zou zijn. Die zat er helaas nog niet in, dus of de post is vandaag laat. Ik weet ook niet precies hoe het nu gaat. Mijn moeder heeft heel lang bij de post gewerkt en zij moest wel gewoon altijd werken op vrijdag. Maar misschien zijn ze laat of was het pakketje er gewoon nog niet. Ik weet het niet, dus misschien morgen dan. Ik heb ook een nieuw kaartje voor de camera besteld. Ik heb hem uiteindelijk toch bij bol.com besteld, want... Ik heb bij de expert gekeken en daar kon ik 2 manieren kiezen. Of ik liet hem in de winkel komen, dat was gratis, maar dan moest ik een week wachten. Daar had ik niet zo heel veel zin in. Of ik kon hem thuis laten bezorgen en dat kostte letterlijk 6,95. Toen dacht ik, nee, dat ga ik niet doen. Toen ging ik bij bol.com kijken en er was hij eigenlijk precies dezelfde prijs. Het was eigenlijk nog een beetje flauw. Je hebt bij bol.com vanaf 20 euro gratis verzending. Dit kaartje was 19,99. Dus ik moest toch bezorgkosten betalen van 2,99. Nou ja, dat vind ik dan nog wel te doen. Maar het is eigenlijk best wel jammer. Maar ik snap eigenlijk ook niet bij de expert waar die 6,95 vandaan komt. Want het is gewoon een brievenbuspakketje. Dus letterlijk zouden er postzegels op kunnen. Maar goed, dat heb ik dus niet gedaan. Dus ik heb hem nu bij Bol besteld. En als het goed is komt hij morgen. Dus we gaan het wel zien. En anders na het weekend. Maar er is in ieder geval een nieuw kaartje onderweg. Gisteravond de Passion gekeken. Ik was best wel onder de indruk. Ik vond het wel weer mooi gedaan. Ik was vooral heel erg verbaasd over sommige mensen die zo goed konden zingen. Merlijn Weerdenburg die kon heel goed zingen. Buddy Vedder, Bertie Wieringa. Zelfs Pilatus ging zingen. Die kon ook nog wel redelijk zingen. Ik vond alleen de zangkunsten van de acteur die Jezus speelde iets minder. Niet altijd even steady, zeg maar. En ja... Je bent natuurlijk acteur en het is niet gezegd dat elke acteur kan zingen. Maar je zette de rol verder wel heel goed neer. Maar de zang vond ik iets minder. Wat ook een beetje verrassend was, is dat ze nou in één keer
Pilatus had nou in één keer een vrouw die je ook zag. En dat had je nog nooit gezien. Ik zeg, sinds wanneer heeft Pilatus een vrouw? Nou, Nathan zegt, die heeft hij altijd al gehad. Ik zeg, oh. Ik zeg, nou ja, goed, omdat je die nog nooit had gezien, was dat even nieuw. En wat ik een heel gek gegeven vond, is Barabbas. Barabbas lieten ze nu spelen door een vrouw, maar ze zeiden wel hem tegen haar. Dat vond ik een beetje gek. Dan hadden ze beter toch wel een man kunnen kiezen, omdat het ook gewoon een man altijd was. Maar dan zeg je hem tegen een haar. Dat vond ik gek. Maar verder was het wel heel mooi. Ik heb daarna nog even gegamed. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik heb nog even Helpen Mannes Klussen afgekeken. Toen ben ik lekker mijn serie gaan kijken op Videoland. Ik merkte ook wel dat ik best wel moe was. Veel prikkels gisteren. Het was druk in het centrum. En dat geeft mij best wel veel prikkels. En daardoor word ik ook wat vermoeider. Ik heb nog even Videoland gekeken. Toen ben ik lekker naar bed gegaan en mijn boek gelezen. Waarvan ik hem eerst een beetje vreemd vond beginnen. Nou, spannend te worden. Dus dat is altijd wel leuk. Ik ga zo strijken, want ik heb best wel heel wat strijken. Dat moet eigenlijk eventjes weg. Dus dat ga ik maar eventjes doen, heb ik besloten. Ik ga even lekker een muziekje aandoen, dus daar ga ik jullie bij meenemen, want daar ben ik wel even zoet mee. Ik moet ook echt heel veel was naar boven brengen. De boodschappen moeten nog naar boven, want die heb ik gisteren op een gegeven moment in de keuken neergezet. Ik dacht, doe ik morgen wel, want ik had geen zin meer. Dus dat moet ik eventjes doen. Dus ik ga eerst even stofzuigen en ik hoop dat Tijgertje zo ook wakker wordt. Die ligt op een kleed te slapen, dan kan het kleed ook in de bak. En dan ga ik maar eens even aan de gang. Dus tijd om even wat te gaan doen. Die is lekker weg. Ik denk een uurtje gestreken. Ik strijk tegenwoordig ook theedoeken, want dan schijnen ze meer vocht op te nemen. Maar die moet ik even uitzoeken, want dan moet er een aantal van weg. En dan kan ik dus mooi eventjes alles ordenen. Maar in ieder geval, alles is weer lekker op zijn plek. Dat ligt ook al boven. De was heb ik niet meer naar boven gebracht. Ik heb verder opgeruimd. Toen heb ik nog even een blaadje gemaakt voor de nieuwe stempels van de Action. Dat ging ook wel lekker. Dus die kan ik ook dan eventjes... weer afmaken als ik er weer aan toe ben. Maar nu in ieder geval ga ik eventjes lekker relaxen. Want ik ben nu best moe. Katten hebben net gegeten. Ik zie ook dat ik nog weinig veel minuten heb. Dus het kaartje moet sowieso gelegd worden vanavond. Ik ga zo meteen even lekker relaxen. En dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond is het uiteraard weer tijd voor Flikken Maastricht. Daar heb ik wel heel veel zin in. Daarna ga ik eventjes nog een spelletje doen. U zei... Stil Siri. Dan ga ik mijn blogpost schrijven en de video in elkaar zetten. Moet ik morgen nog wel even wat doen voor een andere video, maar dat komt wel goed. Ik had eigenlijk eerst een stand zoiets, als ik niet zo lang bezig ben met strijken, kan dat vanmiddag nog. Maar binnen heb ik niet meer gered. Heb ik op het web gevonden. Dan ga ik lekker mijn serie kijken op Netflix en daarna nog even Videoland. En ik denk dat ik Hockeyvaders ga kijken, dat lijkt me wel heel leuk. En dan ga ik daarna lekker mijn boek lezen. Dus dat is ook de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu even lekker relaxen. Want ik ben nu best wel moe. En verder heb ik toch niet meer zo heel veel te vertellen. Dus dat is het voor nu even. Maar in ieder geval fijn dat de strijk weer lekker weg is. En dat dat weer opgeruimd is. Maar goed, ik ga relaxen. Ik zou bij deze dus zeggen tot morgen.
Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 8 april. Ik ben klaargemaakt en ik zit dus nog even op de bank. Het kleed ligt er nog op. Die kan er zo meteen af, want ik ga zo even lekker goed stofzuigen en zo. Ik heb gisteravond weer lekker naar Flikken Maastricht gekeken. Was eventjes een beetje een gekke overloop, want mijn moeder die appt op een gegeven moment, heb ik iets gemist? Ik zeg, nee, je hebt niks gemist. Het begon een beetje gek, want je kwam direct in een verhoor terecht, waarvan je geen idee had wat er was gebeurd. Er was blijkbaar iemand vermoord, maar je hebt ook geen lichaam of wat gezien. Dat was wel weer een beetje voorspelbaar, want ik zei op een gegeven moment tegen mijn moeder, ik vrees dat die persoon het heeft gedaan. En ik had wederom gelijk. Wat ik ook wel een beetje bizar vind, ze hebben dus voor een andere Eddie gekozen en ze gebruiken nog steeds de foto van Tycho. Dat is wel een beetje gek. En die heeft het nu op een oude bekende gemunt en mijn moeder zei, ik kan me dat niet meer zo herinneren. Ja, ik wist dat zelf nog wel, want dat is in seizoen 1 gebeurd. Maar ik weet het nog wel, seizoen 1 werd op maandagavond uitgezonden om 10 uur 's avonds. Dus dat was ook niet zo'n hele fijne dag en ook niet echt een heel fijn tijdstip. Het is later nog wel herhaald. Maar ik weet dus niet of mijn moeder dat allemaal heeft gezien. Ik weet eigenlijk überhaupt niet of zij vanaf seizoen 1 heeft gekeken. Dat zal ik nog eens aan de vragen. Maar goed, het was wel weer heel mooi. Ik heb daarna nog even lekker gegamed. Toen heb ik eventjes mijn blogpost geschreven en de video in elkaar gezet. Toen ben ik Netflix-serie gaan kijken. Ik dacht eigenlijk dat ik er al doorheen was, maar ik heb dus nog 2 afleveringen. En daarna ben ik met hockeyvaders begonnen, maar dan moet ik wel heel erg aan wennen. Maar dat komt denk ik ook omdat ik zelf gewoon echt geen verstand heb van hockey en hoe het in die wereld eraan toe gaat. Maar op zich is het wel leuk, maar het is allemaal wel een beetje, ja, wennen, zeg maar. Toen ben ik lekker naar bed gegaan, heb ik mijn boek gelezen die bijna uit is, dus dat was ook wel weer fijn. Ik heb 2 pakketjes binnen, het is niet heel veel bijzonders, want het is gewoon mijn kaartje en mijn nieuwe piercing, maar die zal ik even laten zien. Dan heb ik wat klussen op de planning staan, de kwasten moeten gewassen worden. Ik moet even de laatste dingen doen voor de video die dinsdag online moet komen. En ik wil even met mijn snoeren aan de gang, want het is een weerwar aan snoeren bij de televisie en dat stoort me heel erg. Dus ik wil even proberen of ik dat netjes kan krijgen. Dus ik ga jullie gewoon meenemen, maar ik zal eerst even de pakketjes aan jullie laten zien. Oké, allereerst hier mijn nieuwe piercings. Ik heb weer bij All Over Piercings besteld. Daar bestelde ik vroeger altijd. Ik haal even een muisje hier weg, want die zit precies voor het beeld. Daar bestelde ik dus vroeger altijd. En ik dacht, nou, ik vond de site dus een beetje onoverzichtelijk geworden. Maar ik heb daar weer besteld. Nou, het is altijd heel netjes, ook voor als je moet retourneren en zo. Er zit er ook gelijk een sticker bij, maar ik ga ervan uit dat alles goed is. Oh ja, nog een gewoon stickertje zit erin. Dat is wel grappig. Ik heb besteld, ik heb 2 lengtes van een staafje besteld, want ik weet letterlijk niet welke ik er doorheen krijg. Ik heb hier een 12 mm. Deze zijn trouwens weer niet meer intern geschroefd. Deze zijn extern geschroefd. De vorige had ik intern geschroefd genomen, maar ik raak dus elke keer het balletje kwijt. En deze is dus, hier zit dus een, ja, hier moet je hem opdraaien. Maar ik heb dus ook een wat kortere. En dat is deze. En mijn hoop is dat deze erin kan. Dit is de 10 mm, maar dat weet ik dus niet precies. Maar in ieder geval niet meer zo lang als wat ik had, omdat 16 was te lang. En ik heb daar uiteraard een balletje bij. En dat is zo'n regenboogballetje die dus de kleuren van, ja, een beetje meekleurt. Want daar heb ik eigenlijk alles van. Maar ik moet maar even kijken of dat ik dat er vanavond in ga krijgen. Of weet ik veel. Dan heb ik hier het envelopje van Bol. Met het nieuwe kaartje. En dat is heel basic. Deze, die had ik ook al, maar die heb ik dus nu in 128 gig gekocht. Hij is van SanDisk. En hij heeft een snelheid van 140 MB's. Dus ik ben heel benieuwd. Dus die ga ik er ook eventjes in doen. Maar in ieder geval dus een nieuw kaartje en nieuwe piercings. Ik ga even stofzuigen en dan gaan we aan de gang. Want dan is dat ook weer klaar. Nou, dit is het euvel waar ik nu nog mee zit. Ik vind dit allemaal niet netjes hangen. Kijk, de switch die klapt ook open, want het staat te strak. Dus dit moeten we eventjes ook gaan veranderen. Dus dat ga ik maar eens even proberen of dat het lukt.
Oké, is het helemaal perfect? Nee, het is nog steeds niet perfect. Dit snoer wil er niet onder. Dat irriteert mij. Die is lang. Die moet ik nog even onderwurmen. Verder, hij kan nu wel weer dicht, maar het staat nog steeds vrij strak. Ik vind het nog steeds niet perfect. Ik denk toch dat ik met de tijd hier iets anders voor moet gaan bedenken. Maar het kan in ieder geval weer redelijk. Weet je, het is nu niet meer zo'n band als dat het was. Al ben ik er nog steeds niet helemaal blij mee. Maar ja, voor nu moet het maar eventjes. Zo, ik heb alle klusjes wel weer gedaan wat ik wilde doen. Voor de video heb ik dat gedaan wat ik wilde doen. Ik ben met de snoer aan de gang geweest, maar ik ben dus echt totaal niet tevreden. Ik heb nog een stuk goot, dus ik zou kunnen zeggen, zou ik misschien aan de zijkant nog zo'n gootje kunnen plakken, zodat die snoeren daar doorheen kunnen lopen. Weet ik ook niet of die dat redt. Daarnaast, eigenlijk hangt die Apple speaker gewoon in de weg. Eigenlijk zou die een ander plekje moeten. Maar ja, dan zit ik weer met die gaten die je ziet. Want dat betekent wel dat de boel weer een stukje kan opschuiven. En dat ook de houder voor mijn headset wat mooier kan hangen. Dus ik vind dat gewoon niet helemaal fantastisch. Maar je zit natuurlijk ook met snoeren die niet altijd even lang zijn. Dus daar moet ik nog maar even goed over nadenken. Voor nu, het is oké. Kijk, ik heb het nog weer ietsjes veranderd. Kijk. Het snoer daaronder is nu weg, maar je ziet nog steeds snoeren. En dat is niet hoe ik het hebben wil. Dus ben ik helemaal tevreden? Absoluut niet. Het stukje perfectionisme in mij komt weer naar voren. En dat maakt het lastig. Maar goed, daar ga ik nog even over nadenken. Kwasten zijn ook alweer schoon. Nou, ik heb nog even lekker in mijn bullet journal of in mijn blog en YouTube-boek gezeten. Ik heb even die kaart afgemaakt met de namen verder op te schrijven voor die stempels. Dan kan ik daar binnenkort ook verder mee. Dus dat was het ook wel. Nu hebben de katten net lekker gegeten en ga ik zo even lekker relaxen. Dan is het straks douchen en eten. Ja, vanavond ga ik maar gewoon Marble Mania kijken, want er is verder eigenlijk op televisie niet heel veel wat mij interesseert. Daarna even de alleskunde. Ik denk dat ik nog even mijn restaurantgame ga doen. Ik ga de vlog in elkaar zetten voor zover het kan natuurlijk, voor zover ik beelden heb. Dan ga ik verder met mijn Netflix-serie en dan ga ik toch maar weer een aflevering van Hockeyvaders kijken. En daarna ga ik eventjes lekker mijn boek proberen uit te lezen. Dus dat wordt verder ook wel de planning. Maar in ieder geval, het is dan nog niet helemaal hoe ik het hebben wil. Misschien hebben jullie nog tips hoe je het zou kunnen doen. Kijk, ik weet gewoon niet of het mooi is om zo'n goten neer te hangen. Want ze zijn best breed. Kijk, het zijn deze goten. Dus die zijn best wel aan de brede kant. Dus ik weet gewoon niet of dat dan dat gaat worden. Maar goed, ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen, want ik heb ook onwijs last van mijn rug. Dat is gisteren heel erg begonnen na het strijken, toen voelde ik heel erg mijn rug. Toen zat ik gisteravond op de bank, toen had ik drie katten bovenop, maar toen kon ik ook geen kant meer op. En de kramp die sprong overal in mijn schouders en weet ik veel wat. Dus dat gaat ook weer even minder, maar goed. Daarom ga ik nu gewoon even lekker relaxen, dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag, het is 9 april. Ik zit even lekker op de wok en het is eerste paasdag, dus happy Easter allemaal. Een beetje raar om dit te zeggen waarschijnlijk, want als jullie deze vlog zien is paas al lang voorbij. Maar goed, ik heb net even het nieuwe kaartje erin gedaan. Wat ik wel jammer vind, er zit tegenwoordig niet meer een plastic doosje omheen. Vroeger zat er een plastic doosje omheen en dan kon je zeg maar je kaartje in opbergen. Nou heb ik er gelukkig nog eentje, dus die kan daar gewoon in. Want dan heb ik gewoon het andere kaartje altijd bij me. Mocht ik een keertje buiten zijn met vloggen en ik merk dat het kaartje vol is, dan kan ik zeg maar dat andere kaartje nog gebruiken. En dat heeft vast te maken met dat tegenwoordig het plastic gedoe en zo. Maar ja, goed. Het is wel jammer, want het was altijd wel handig. Gelukkig heb ik er nog eentje. Ik heb ook mijn nieuwe piercing erin gedaan. Ik zal hem even inzoomen voor jullie. Kijk, hij zit erin. Hij is nu nog heel gevoelig hoor. Ik heb de 10 mm erin zitten en er zit nog ruimte over. Want ik kan zeg maar, als ik hem naar voren duw, zie je dus dat er gewoon een staafje goed doorheen komt. Mocht ik echt denken uiteindelijk van, even uitzoomen. Het is een beetje, toch niet, het gaat toch knellen, dan kan die andere er nog in. Maar voor nu zit het eigenlijk prima. Het ging ook vrij makkelijk, daar was ik blij mee. Want mijn vorige, daar had ik heel erg veel gedoe mee gehad, dat vorige staafje. En toen ging het ook heel erg bloeden. Dus deze ging er uiteindelijk wel in. Het ging niet pijnloos, maar hij zit er in ieder geval in. Dus dat is wel heel fijn.
Gisteravond heb ik gekeken naar Marble Mania, was wel leuk. En de Alleskunner. Ik heb even mijn restaurantspel gedaan, dat was ook wel weer leuk. Ik had nu wat andere gerechten op de kaart gezet. En het is wel leuk dat je wel gewoon... je voelt een soort van tijdsdruk, maar die is er eigenlijk helemaal niet. Dus dat is wel leuk. Je kunt dan gewoon op een gegeven moment ook gewoon een beetje rustig aandoen. Zolang je maar zorgt dat je gerechten niet koud zijn. Ik heb eventjes mijn serie op Netflix gekeken. Ik heb de vlog even in elkaar gezet voor zover het kon. Voor zover ik dus beelden had. De Netflix serie gisteravond vond ik een beetje saai. Want ze zat alleen maar bij een psycholoog te praten. En nou, dat was het ook. Dus dat vond ik zelf een beetje minder. Ik heb vanavond de laatste aflevering. Dus dat vond ik wel jammer. En ik heb nog eventjes Hockeyvaders gekeken. Dat was nu ook wel leuk. Ik vond het wel interessant om te zien. Want een van de vaders van deze mannen was overleden. Maar die kwam zeg maar uit een ander land. Ik weet niet precies welk land. Maar dan zag je zeg maar ook dat ze zo'n man gingen wassen. Maar wat ik wel bijzonder vond. Ze deden dan geen kleding aan. Normaal gesproken ben je gewend als iemand overleden is. Dan kleed je diegene aan of die wordt aangekleed. En dat was daar niet. Want die kreeg gewoon allemaal lakens zeg maar. Om zich heen gewikkeld en mensen konden ook niet zeg maar bij de kist kijken en de vrouwen mochten dan niet mee zeg maar naar de begrafenis. Dus wel gewoon bij de dienst, maar niet bij de begrafenis zelf. Dus dat was wel interessant, omdat ik niet wist hoe dat ging. Ik heb tijdens het series kijken nog even een wasje weggevouwen, dus die kan zo mooi ook naar boven. En verder vandaag, ik ga even stofzuigen, de bakken scheppen, even de groenten afhalen. Ik moet even het kipfilet nog snijden. Dan kan ik de spullen alvast naar beneden halen voor de fondue. En dan even foto's maken. Dus dat wordt het ook wel. Dus ik ga nu eventjes wat doen. En dan laat ik straks sowieso nog eventjes de spullen zien van de foto's maken. Ik heb fotospullen gepakt. Ik heb hier allereerst de Dusty Matte Eyeshadow Palette van Catrice. Dan heb ik hier twee face serums, zijn het. Met ampul. Ja, met een ampul. De paarse variant en de oranje variant. En de twee lip kits van de Zeeman. Maar misschien is het leuk als ik hier nog een losse video over maak. Dus mocht je dat leuk vinden, kun je dat altijd eens aangeven. In ieder geval, dit zijn eventjes de fotospullen die ik nu ga fotograferen. Zo, de foto's zijn klaar. Ik heb alle spullen voor de fondue naar beneden gehaald. Dus dat kan ik dan straks mooi dekken. Ik neem jullie straks nog wel eventjes mee. Maar ik ga nu eerst even lekker relaxen en Ajax kijken, want dat begint zo. En de katten hebben net lekker hun eten op. Foto's maken ging ook alweer soepel. Dus wat dat betreft ging het lekker. Ik kon gelukkig die doosjes met die lipproducten makkelijk openmaken. Zodat ik ze ook nog kan laten zien in de video. Het lijkt me toch wel leuk om er ook een video over te maken. Dus ik heb eigenlijk nog nooit een video gemaakt over make-up van Zeeman. Maar ik moet ook zeggen, sommige Zeeman filialen hebben een heel groot assortiment. En ik heb een kleine Zeeman. En ik kwam per toeval dus deze twee lipproducten tegen. Maar vind ik nog wel leuk voor een extra video. Goed, nu eerst even lekker relaxen. En dan ga ik jullie straks nog eventjes meenemen. Dus tijd voor Ajax zo. Eerst even een stream opzoeken. Voor het eten staat nu klaar, dus ik kan zo lekker gaan beginnen met fondue. Ajax staat met 3-0 voor, dus dat is ook lekker. Dus Ajax kijken en eten, dus dat is wel heel fijn zo.
Dus dat ga ik nu lekker doen. Zo, inmiddels zit ik alweer eventjes lekker op de bank. Ik heb de boel helemaal afgewassen. Ik ben lekker gedoucht. Ik heb wel heel lekker gegeten. Dat was alleen eventjes een probleempje, want de fonduepan werd niet warm. Dat heb ik uiteindelijk wel weer weten op te lossen. Maar dat betekent wel dat ik volgend jaar, dat ik rond de kerst wel weer een nieuwe moet kopen. Maar goed, dat zie ik dan tegen die tijd wel weer. Maar in ieder geval, ik heb lekker gegeten. Het is afgewassen, de fonduepan zelf moet nog even leeggegooid worden. Die moet nog even afgewassen worden, maar de olie moet eerst afkoelen. Nu ga ik even lekker koffie drinken met koekjes. Ik zit even lekker het roer om. Hoe is het nu met terug te kijken? Ga ik straks even wie van de drie kijken. En ik zit ondertussen even Animal Crossing te spelen, want daar is konijnendag. Dat is ook een soort met Pasen en zo. Dat is wel gezellig. Ik ga straks nog even mijn nagels doen. Dan ga ik mijn foto's bewerken. Dan ga ik de laatste aflevering van mijn Netflix-serie kijken. En daarna weer Videoland. En dan ga ik naar bed lekker mijn boek lezen. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan eventjes nog lekker relaxen. En zo even mijn haren kammen en zo. Dus ja, maar verder was het allemaal prima. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 10 april. Ik ben klaargemaakt. Tweede paasdag, nou voor mij eigenlijk een beetje een standaarddag, want ik ga gewoon de klusjes doen die ik altijd doe op maandag. Het enige wat nu anders is, is dat ik een rollade eet op maandag. Hey, daar ben je! Ja, ik was Mickey net kwijt en normaal gesproken zeg maar als ik uit bed kom, dan is zij altijd direct degene die er wel bij komt. En ze kwam nu niet, dus ik heb overal zitten kijken, want ik raak een beetje in paniek, omdat ik dan bang ben dat ze, weet ik veel, ergens ligt of zo, dat ze misschien dood is. Maar ik denk dat je naar boven was gegaan, hè? Moet je wel even goed zitten, anders zien de mensen ons niet. Maar daar is ze weer, dus daar ben ik blij mee. Ik heb gisteravond dus eventjes het roer om terug zitten kijken en daarna even wie van de drie. Ik heb mijn nagels gedaan, ze zijn geel. Niet het allermooiste lakje, dat is deze van Hop Hop Hooray. Hij is van vorig jaar. En deze heeft de naam. 01 Lemon Cake. Dus ik dacht, is wel een beetje leuk. Past ook wel een beetje bij de paas en is ook wel een beetje lenteachtig. Het zou vandaag regenen. Het is momenteel nog droog, maar nou ja, prima. Ik heb gisteravond toch het staafje van mijn piercing veranderd. Ik ben wat dat betreft zo veranderlijk als de nacht. Nee, ik kreeg toch best wel veel irritatie. Het ging toch best wel veel pijn doen. Ik dacht, dat is niet goed. Dus dan heb ik toch het 12 mm staafje erin gedaan. En dat gaat nu goed. Nu heeft hij eigenlijk voldoende ruimte. Want het is ook belangrijk dat een piercing wel ruimte heeft. Ik merk wel dat er voor mijn gevoel nu een korstje aan zit. Dus ik moet hem weer eventjes heel goed schoon houden. Omdat ik er toch weer aan heb zitten, ja, plukken natuurlijk gisteravond. Dus dat moet ik wel eventjes bijhouden weer. Even goed wassen onder de douche met desinfectiezeep. Maar ik heb hem in ieder geval toch eventjes veranderd. Dus nu zit hij, kijk, gewoon iets beter erin. Je ziet het verder niet echt, want het staafje is alleen aan de binnenkant wat langer. Nou, ik heb de foto's bewerkt en de Netflix-serie uitgekeken. Nou, echt wat een verschrikkelijk einde. Echt een einde waar ik niks mee kon. Dus nee, ik zou hem niet aanraden. En daarna heb ik nog even Videoland gekeken. Toen ben ik lekker mijn boek gaan lezen. Ik had trouwens mijn andere boek uit, dus ik ben nu met het vervolg bezig. Ik ga nu eventjes de kattenbakken doen, een was aanzetten, de gang en de douche. En dan kan ik jullie even naar de kwasten wassen laten kijken, want dat had ik zaterdag nog gedaan. Want verder wordt het ook niet heel interessant vandaag, dus dat ga ik zo eventjes doen. Dus ja, ik ga even muziek aan doen en dan ga ik maar eventjes aan de gang. Dus de eerder ben ik ook weer klaar. En ik moet eventjes het fondue stel naar boven brengen, want die heb ik inmiddels wel weer helemaal schoon. Dus nou, dat is top. Dus dat ga ik nu maar eens eventjes doen. Hey.
Zo, ik ben weer lekker klaar. De bakken zijn weer heerlijk schoon. De douche was ook allemaal wel weer eventjes nodig hoor. Merk ik altijd wel na een weekje. Ik vind het altijd een heerlijk gevoel als dat dan weer schoon is. Het is altijd natuurlijk niet dat je het heel lang volhoudt omdat je gewoon huisdieren hebt. Maar het gevoel dat alles weer gedaan is, daar krijg ik gewoon wel altijd een fijn gevoel van. De rollade die heb ik dus opgezet. Die hebben jullie net al eventjes kunnen zien. Die is daar mooi te stoven nu. Ik hoorde van mijn moeder dat het ook heel lekker is om hem in de oven te doen. Maar daar ben ik allemaal nog niet zo in thuis. Dus dan durf ik dan niet zo goed. Maar misschien dat ik dat nog wel eens een keertje probeer. Mijn was is bijna klaar. Die staat te centrifugeren. Zo, moeilijk woord. Centrifugeren nu. Ik denk dat ik hem even ophang. Ik weet niet, moet ik even kijken. Misschien dat ik hem in de droger gooi, misschien dat ik hem ophang. Even kijken. Maar het is in ieder geval weer fijn. De katjes hebben het lekker gegeten, dus dat is ook wel weer heel fijn. Ik ga zo meteen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en dan lekker mijn eten opeten. Verder heb je vanavond gewoon weer goede tijden en Chateau Meiland. Dus dat ga ik gewoon wel weer kijken. Ik denk dat ik nog eventjes een game ga doen. En de politie-eenheid even terugkijken. Dan ga ik even de video van morgen in elkaar zetten. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Tenminste, als het zo is geworden hoe ik het wil. Want daar ben ik nogal perfectionistisch in. Ik ga even mijn blogpost schrijven. Ik moet natuurlijk een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. En ik heb eigenlijk nog geen idee wat. Want ik heb wel gehoord, er komt dus een nieuwe seizoen van een serie die ik eerder heb gezien, Palpito, die komt online. Maar volgens mij duurt dat nog eventjes. Het is wel deze maand, maar volgens mij is het niet over een paar dagen al. Dus ik ga wel even wat anders opzoeken. Dan ga ik nog even Videoland kijken en dan ga ik lekker mijn boek weer lezen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want verder wordt vanavond ook niet heel erg bijzonder. Ik ga gewoon straks eten en mijn dingen doen. Maar in ieder geval, ja. Het was eigenlijk tweede paasdag, maar voor mij gewone maandag, omdat ik lekker aan de gang ben gegaan en dat was prima. Goed, ik ga even wat drinken en dan ga ik relaxen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 11 april. Ik ben klaargemaakt, maar ik heb het zo ijskoud, jongens. Ik ben ook verkouden geworden en hoe ik eraan kom, ik heb echt geen idee. Want elke keer als ik naar buiten ga, heb ik ook wel netjes mijn jas aan, maar het speelt nu wel weer wat meer op. Ik ben weer wat meer snotterig en ik heb het dus ijskoud. Ik heb net even de temperatuur gecheckt. Het is binnen 17 graden en buiten 12 graden. Dus ik denk wel dat vanmiddag, eind van de middag toch wel de verwarming een tikkeltje aangaat. Ik stel het altijd het liefst zo lang mogelijk uit. En de afgelopen dagen heb ik het niet nodig gehad, maar het is nu toch wel echt weer behoorlijk fris, vind ik zelf. Maar dat komt ook wel weer goed. Ik heb gisteravond heerlijk gegeten. De rollade was echt super lekker. Dat was heel fijn. Toen heb ik lekker gekeken naar Chateau Meiland, wat wel weer heel leuk was. Ze waren nu weer aan het verbouwen. Zo, kom je uit je woorden. In dat pension. Ik moet wel zeggen, ik hoorde laatst bij Shownews de prijzen die ze voor een nacht vragen. En die waren echt wel vrij hoog. Dus in deze crisistijden waarin iedereen het zwaar hebt, vraag ik me dan af, ga je veel klanten krijgen? Maar dat blijkt van wel, want ze waren dus blijkbaar al helemaal volgeboekt aankomende maanden. Maar je weet niet eens welke kamer je krijgt, omdat ze dus nog steeds aan het verbouwen zijn. Maar het was op zich wel weer grappig, dus ik heb daar wel weer van genoten. Ik zie een haar op mijn camera zitten. Niet? Ja, zie. Irritant. Ik heb daarna eventjes politie-eenheid terug zitten kijken en even nog gegamed. Toen ben ik de video in elkaar gaan zetten. Heb ik trouwens al hele leuke reacties op gekregen. Die heb ik dus online gezet voor vandaag. Ik heb mijn blogpost geschreven. Toen ben ik een nieuwe Netflix-serie begonnen. En dat is Maestro in Bloom. Volgens mij is het Italiaans of Spaans. Eén van de twee. Ik hou die talen nooit zo heel goed uit elkaar. En op zich keek wel lekker weg, zeg maar. Dus hij had een hoge matchscore met mij, dus daar kijk ik dan altijd naar. Dus dat was op zich wel, wel leuk. Dus ik ben benieuwd hoe die serie zich verder vordert. En toen heb ik nog even Videoland gekeken. Toen ben ik lekker naar bed gegaan om een boek te lezen, wat heel spannend is. Dus echt zo'n boek wat je slecht weg kan leggen. Vandaag op de planning. Ik ga zo meteen een video opnemen. Ik ga eventjes
de kleden opruimen, want die liggen hier nog. Dus dan ga ik dat even doen. Het is een shoplog en daar moet ik dus eigenlijk ook nog aanbeelden voor maken van kleding. Maar het kan ook zijn dat ik dat donderdag even doe, want ik moet donderdag toch wel heel vroeg boodschappen doen rond 11 uur. Dus dan heb ik de hele middag verder voor mezelf. Dus het kan ook zijn dat ik het dan eventjes doe. Omdat ik het nu zo koud heb, heb ik eigenlijk niet zo heel veel zin om me om te kleden. Nou, en daarna ga ik nog even diamond painting doen. Dus dat is verder ook de planning. Dus ik ga eventjes aan de gang. Dus ja, tijd om maar eventjes wat te gaan doen. Ik heb alles weer gedaan. Ik heb het nog steeds koud, dus dat heeft niet geholpen. Maar ik ben natuurlijk ook niet heel intensief bezig geweest. Maar verder, de video staat erop. Ik heb toch de aanbeelden gemaakt, want ik dacht dan is dat ook maar klaar. Even lekker aan mijn diamond painting gezeten. Is wel leuk hoor, om te zien dat hij nu echt zoveel meer vorm krijgt. En dat het nu gewoon echt al een afbeelding is. Dat vind ik wel heel tof om te zien. Maar ik vind het ook wel jammer of zo dat hij dan alweer bijna klaar is. Ook al kun je dan wel met een nieuwe beginnen. Maar ja, omdat ik toch altijd best wel veel tijd in deze heb gestoken, zou ik het ook wel jammer vinden als hij straks af is. Maar terwijl het ook super leuk is natuurlijk. Hebben jullie trouwens gisteren het onweer nog meegekregen? Het heeft hij gisteravond echt super hard geonweerd. En Muisje vindt dat helemaal niet leuk. Die was heel bang. Die ging ook als enig onder de bank zitten. De twee die maken het niet zo heel veel uit. Maar Muisje die vond het wel echt super, super eng. Maar goed, dat was even heftig. Ook de regen ging weer flink tekeer. Ik ga zo even lekker relaxen. Ik heb een haartje in mijn mond. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik even de slechtste chauffeur van Nederland terugkijken. Want daar zou ik al mee beginnen en ben ik nog niet mee begonnen. Dus dat ga ik vanavond even doen. Misschien nog wat anders terugkijken. Sowieso denk ik nog wel even gamen. Dan ga ik de vlog afmaken en mijn foto's bewerken. Dan ga ik weer verder met de Netflix-serie. Ook wel weer benieuwd hoor, naar de volgende aflevering. En dan ga ik lekker Videoland kijken en dan weer naar bed en mijn boek lezen. Dus dat wordt de avond. Ik ga bij deze dan ook gewoon de weekvlog afsluiten. Want mijn batterij is ook bijna leeg. Die moet ze op de oplader. En verder heb ik toch niet meer zo heel veel te vertellen. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een belletje zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!